NDP-parlementariër en vakbondsman Ronald Hooghart vindt dat de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Lilian Ferrier, moet bedanken. Gisteren tijdens de begrotingsbehandeling uitte hij op ludieke wijze zijn misnoegen over de minister, die hij stiefmoeder Cinderella noemde. DNA-voorzitter Jennifer Geerling-Simons riep hem daarover tot orde. Nou hoor ik Cinderella een andere reeks gemaakt hebben voor inspecteurs. Laat me dit zeggen hoor. Dat zijn onderwijzers die duidelijk aangepakt, aangezet maar duidelijk beschreven moeten worden. Maar waarover heeft u het precies? Want u zegt iets van Cinderella, ik begreep het niet. Maar u behandelt een staatsbegroting, dus u moet wel formeel praten. U kunt af en toe iets uitleggen naar de samenleving, toen een beetje ludiek, mag wel. Maar als u praat over de positie van leerkrachten enzovoort, moet u formeel blijven. Kunt u dat voor me doen? Let Hooghart. Mag Let Hooghart het woord? Ja. U heeft gelijk. Maar we kunnen nooit 100% formeel zijn. Trouwens, zijn niet formeel opgeleid. We kunnen nooit 100% formeel zijn. Dus sorry, maar ik zal me toch wel eens ludiek uiten. Omdat dat gebeurt dagelijks in die samenleving. Je kan je mensen niet stiefmoederlijk behandelen. We hebben te veel geleerd om het niet te doen anno 2019. Laten we duidelijk zijn. Wanneer ik zeg Cinderella, dan bedoel ik die minister van Onderwijs. Nee, dat gaat u niet doen. Maar goed, ik laat dat. Ik heb geprobeerd om u... Ik laat dat, voorzitter. Ik heb alleen maar aangegeven wat ik bedoelde. Maar dat gaat u niet doen. U praat gewoon hier over de minister. En u mag kritisch zijn naar de minister toe. Dat is uw goed recht. Maar dat doen we niet. Ondanks dat de voorzitter Hooghart tot de orde had geroepen, persisteerde hij in zijn kritiek richting onderwijsminister Ferrier. En we zitten met een cultuur al maanden. En wat die minister zegt, schorsen, straffen, contract niet verlengen. Leugens van hier tot ginder. Ik heb nog nooit zo'n leugenachtige minister gezien. Minister, Let Hooghart. Oké. Misschien kunt u anders uitdrukken. U vindt het onwaarheden zijn en zo. Maar leugen en onwaarheid is een synoniem toch? Ja. Wel, iedereen begrijpt wat ik zeg. Er zijn woorden die synoniemen zijn van andere woorden die we toch niet gebruiken. Nee, voorzitter, mina gotroboy dus, volksjongen met taksam kwinti. Ja, maar let hoe gaat. Dus, goed, gaat u door, maar probeer. Oké, voorzitter. Ik denk hoor, dat die minister niet past in eigenlijk de benadering van die transformatie. Die benadering van de revolutionaire gedachte om af te komen van die onderdrukking van West-Europa van 400 jaar. Tot zover NDP-parlementariër en vakbondsman Ronald Hooghart gisteren tijdens de begrotingsbehandeling in de Nationale Assemblée. Hij vindt dat onderwijsminister Lilian Ferrier bedankt moet worden.